Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van golfreview.nl. Ik ga het vandaag hebben over een artikel dat ik heb geschreven over de golfbal waarmee ik speel. Dat is namelijk de Galloway Chrome Soft X. En dan niet zomaar de Chrome Soft X, nee, dat is degene die triple track heeft. En triple track wil zeggen drie strepen op de bal, wat mij dus helpt bij het oplijnen, bij het putten. Daarnaast heb ik ook een Chrome Soft X-bal, alleen dan in een voetbal layout. Die gebruik ik om mee te trainen. En ik wil jullie dit laten zien in de baan. Dus laten we snel naar de golfbaan gaan. Zo, nou, we zijn ondertussen op de Oosterhout aangekomen. Hier kan ik de Galloway Chrome Soft aan jullie laten zien, hè, wat het effect ervan is. Nogmaals, het is dus een hele zachte bal. Veel controle op en rond de green. Het zijn twee dezelfde ballen, alleen de layout is anders. Hè. Dus met deze bal is het heel makkelijk om te gaan trainen. Omdat je precies ziet welke spin de bal heeft als die van het clubblad afkomt. En met deze bal speel ik eigenlijk mijn rondes en wedstrijden. En waarom dan? Omdat die dus die drie strepen heeft. En dat vind ik zo fijn bij het maken van vooral puts binnen 2 meter. Want dan hou je gewoon makkelijker de lijn bij het putten. Nou, ik ga nou een drietal ballen chippen naar de hole. Ik gebruik daarvoor de gap wedge. Ik hoop dat je goed kan zien wat het effect is op de bal. He, wat de bal dan precies doet qua spin. Dus ik zou zeggen, laat ik eens een paar chips doen. Omdat die bal zo zacht is, ja, heb je gewoon heel veel gevoel bij het slaan van die bal. En dat is zo op en rond de green zo belangrijk. Ik heb 3 chips gemaakt. Ze zijn wel alle 3 te kort. Maar wel binnen afzienbare afstand om de put nog eventueel te holen. En dat ga ik je laten zien dan met de triple track lijnen. Nou, de 3 chips die ik net gemaakt heb, zijn hier terecht gekomen. Nou, ongeveer een meter tot 1,5 meter over. En dan ga ik nou putten met de triple track lijn. Nou, de put van deze chip is vrij recht, een beetje uphill. Dus ik ga de triple track bal gewoon naast leggen. Met de lijnen opgelijnd naar de hole. En dan kijken of ik hem erin kan putten. Ja, die was gewoon iets te hard geput. Nou, je hebt zojuist kunnen zien dat ik 2 van de 3 up and downs gemaakt heb. Nou, 1 put die was gewoon te hard geput, die ging de hole weer uit. Maar de lijn was wel goed, dus je ziet echt wel dat de triple track lijn zin hebben. Heel handig om puts binnen een range zeker van 2 meter goed opgelijnd te hebben naar de hole. Dan heb je gewoon een goed referentiepunt. Nou, wat ook heel fijn is dat dezelfde bal, de Chrome Soft, ook in een voetbalvariant te verkrijgen is. Ja, dat is gewoon heel fijn om mee te trainen, want dan kan je precies zien hoe die bal van het clubblad afkomt, welke spin die heeft. Ja, zodoende kan je dus oefenen om die bal steeds dichter bij de hole te krijgen en je puts te gaan holen, dus de up en down te maken. Nou ja, die golfscore die wordt gemaakt of gebroken op en rond de green. Dus dit helpt daar echt bij. Nou ja, wat ook heel erg fijn is dat die spelers vaak een streep tekenen op de bal. Hè, om toch inderdaad die lijn richting de hole te krijgen. Ja, dat is hier dus niet nodig. En deze vervaagt ook niet. Want je ziet heel vaak dat die stift gewoon gedurende de hole vervaagt. Moet je weer bijtekenen. Is niet fijn. Ik heb met 1 bal heb ik gewoon 2 rondes kunnen spelen. En de lijnen zijn exact hetzelfde. De bal is natuurlijk wel wat schadelijk, maar ja, dat is logisch. Nou, wil je nou zelf ook gaan oefenen met deze bal?
Hieronder in de beschrijving staat een link, dan kan je de ballen bestellen eventueel. Mocht je dat hebben gedaan of speel je er al mee, ja, of laat een reactie achter in de comment. Vind ik ook leuk om te lezen. Als je het ook een leuke video vindt, dan mag je altijd een duimpje omhoog geven. En ik zie je heel graag bij de volgende video review. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende! Leuk dat je weer hebt gekeken naar een videovlog van golfreview.nl. Vind je dit nou een leuke video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien? Klik dan op abonneren. En ik zie jou graag terug bij de volgende videovlog van golfreview.nl.